Hi, hier vanuit ons prachtige stukje België, de pannen, uh, wil ik graag uh, ingaan kort op het, op het onderwerp van afgelopen zondag 27 november. Namelijk eenheid. En aanstaande zondag zal ik daar weer over spreken. Eenheid is cruciaal uh, voor de kerk, voor de christelijke wereld in ons land, maar over heel de wereld. Uh, om opwekking te hebben en om opwekking vast te houden. Maar ook om een stem te hebben en te kunnen vertellen aan mensen dat er hoop is in Jezus Christus. En Johannes 17, uh, vers, uh, uh, vers 23 uh, zegt dat. De wereld zal erkennen dat de Vader Jezus heeft gestuurd naar deze wereld. Als ze bij ons de christelijke eenheid zien. En dat de wereld zal gaan erkennen dat God ons lief heeft gehad. Doordat wij eenheid hebben onder elkaar. Eenheid is superbelangrijk. Is cruciaal samen met gebed. Als wij opwekking willen hebben in deze wereld. Als wij opwekking willen hebben. Laten we het dus houden op ons land. En vanuit Genesis hebben we gezien. Dat, of eigenlijk eerst vanuit Jezaja 14 en Ezekiel 28, hebben we gezien hoe de belangrijkste reden van verdeeldheid en scheiding en scheuring en, en al dat soort zaken, partijschap, de belangrijkste oorzaak is hoogmoed. We zagen dat Lucifer, de belangrijkste engel door God geschapen destijds, prachtig en goed, een beschermende engel, een beschermende gerubs, dat hij wilde gaan zitten op de berg, op de troon van God, en zichzelf God wilde laten zijn. Hij wilde regeren, hij wilde alle aanzien hebben. En hij werd buiten geknikkerd samen met een derde van alle engelen die God geschapen had, maar die nu meestreden met Lucifer. Hoogmoed bracht scheiding in de engelenwereld. Hoogmoed bracht scheiding tussen God en de mens. Er staat in Genesis 3 dat, uh, dat Eva zag dat de boom goed was om van te eten en om verstandig door te worden. De duivel had haar wijs gemaakt, had hun wijs gemaakt. Adam stond erbij. Dat God ze niet alles had gegeven, had gegeven wat ze nodig hadden. Uh, omdat God eigenlijk toch wel een beetje bang was. Dat ze dan uh, God zouden bedreigen. En Eva zag. Oh, deze boom is heerlijk om van te eten, begeerlijk om er verstandig van te worden. En ze aten van. En er kwam scheiding tussen de mens. Er kwam scheiding tussen God en, uh, en de mens. En daar moest iets aan gebeuren. Weet je, het karakteristiek van, van uh, zonde en van hoogmoed is: we willen van onze toegewezen plaats naar een hogere plaats uh, promoveren. En dat is niet aan ons. Dat is hoogmoed. We willen op een plaats gaan staan waar we, die helemaal niet voor ons is geschapen, die helemaal niet voor ons bedoeld is. Maar Jezus, en, 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 en om een hogere positie te hebben, om macht te kunnen hebben en om iets te kunnen zijn, denken we dan. Maar Jezus, die alles al is en de hoogste plaats had bij de Vader, samen met de Vader en de Heilige Geest, die laat zien wat ware liefde is, doordat Hij van de hoogste plaats naar de meest. Vernederende plaats tot in de hel is afgedaald voor onze zonde en voor onze ziekte en om ons één te maken. En ik wil je hier en nu oproepen. Dringend oproepen als jij begeert dat je familie tot bekering komt, als jij begeert dat België, uh, dat België een opwekking gaat beleven, als jij verlangt dat er een opwekking komt in jouw kerk, dat er een opleving komt in jouw kerk, als jij verlangt dat er doorbraken zijn en vele mensen tot geloof gaan, gaan komen, de vele waarvoor jij al bidt, maak dan de eer aan Jezus compleet door je te beijveren om één te zijn. Eigenlijk staat er zelfs dat we één blijven, dat we ons beijveren door één te blijven. We zijn namelijk één lichaam van Jezus, maar we gedragen ons niet als eenheid. En als je het woord aanklikt van afgelopen zondag, dan zie je dat ik daar een kleine sketch doe om aan te, aan te, aan te laten zien, als het ware, hoe verdeeldheid, hoe belachelijk dat is, omdat we één lichaam zijn. We moeten voorkomen dat we niet auto-immuunziekte gaan blijven hebben in het lichaam van Christus. Want we zijn genezen en gezond bedoeld. Als een krachtig teken van hoop in deze wereld. Waardoor de wereld ziet, Jezus Christus is door de Vader gezonden. En twee, God houdt van mensen. Wij willen opwekking en roep je dus op. Om je te beijveren, één te zijn in je gezin. Om je te beijveren, één te zijn in je gemeente. Om je mee te beijveren, één te zijn als kerk. In België, niet gelijkvormig, maar wel samen één lichaam. De hand is niet gelijkvormig aan de voet. Het hart is niet gelijkvormig aan de nieren. De ogen zijn niet gelijkvormig aan de oren. Maar het zijn allemaal onderdelen van één lichaam. Wees gezegend en laten we één zijn. En laten we België laten zien wat werkelijke eendracht maakt macht betekent: macht door de liefde van Jezus Christus. Amen. Laten we ervoor gaan.